mensen, welkom bij deze nieuwe serie op mijn kanaal. Vandaag gaan we beginnen met een nieuwe serie waarin we een soort van adventure map gaan maken. Slash sparkle map, iets, gewoon een geinig map gaan we maken. En ja, ik maak nu gewoon een nieuwe wereld aan. We gaan even denken, gewoon custom map noemen, creative. En dan gaan we de superflat customizen naar redstone ready. Dat is altijd wel een mooie preset. En dan drukken we op create world. Ik ga deze serie gewoon helemaal filmen. Zeg maar, ik ga gewoon updates geven als ik bijvoorbeeld even een stukje heb vooruitgewerkt en zo. En al die dingen. Oké, eerst moet ik even mijn sensitivity van mijn muizen goed zetten, want die stond wel heel hoog. Maar als ik nu even slash game rule do daylight cycle false do. Oh, false. Slash time set 6000. Dan is de zon recht boven ons. Game rule keep inventory true. Slash game rule command block output false. En dat command block output is voor dit. Kijk, als ik nu doe zo van add gewoon een simpel command toggle 10 toggle. Ja. En ik zou dit op true zetten. En ik pak mijn button erbij. Oh, ik trapte hem. Dan zie je in de chat dat ik word geteleporteerd. En dit is gewoon niet echt handig. Dus ik zet het altijd op false. Zie je? Nu zie je het niet meer in de chat staan. En deze serie is ook vooral bedoeld gewoon deels om mensen te helpen met Minecraft. En ja, en met maps maken. En ik hoop dat jullie er een beetje wat van leren, zeg maar. En ja, dat lijkt me wel leuk. Oké, we moeten als eerst ergens hier in de spawn chunks moeten we een klein platformpje maken, zeg maar. En ik pak gewoon even wat steen, clay, cyan. Lijkt me wel grappig. Ah, dan plaatsen we ongeveer. Nou ja, we gaan gewoon hier een platformpje maken. Dus even kijken wat voor item ID dit is. Dus best veel. Zo. Tot en met. Hier lijkt me wel goed. Oeps. En dan stained underscore hardened underscore clay. 13? Nee. 9. Zo. Oké, dus dit mooi. Ja, mooie clay en zo geinig. En nu moeten we even de coördinaten gebruiken om zo een veelklok te maken. En dat gaan we doen met, ja kijk, nu doet hij het wel, maar hier kan ik voor nu wel even mee leven. Alleen ik wou zeg maar een soort veld creëren waarin we gewoon konden werken, maar dat hoeft niet per se. En ja, ik ga nu een allemaal stained clay pakken, denk ik, gewoon verschillende kleuren. En ja, dan nemen we gewoon wat kleuren en dan plaatsen we dit hier zo. En dan heb ik een sign nodig om even te markeren wat het allemaal is. Speed, nee, jump boost, een speed checkpoint. Kill. Zo. Als het goed is, moeten we hier gewoon een command block kunnen we gewoon hieronder plaatsen. Zo. Oh nee, nog gewoon stuk voor stuk. Execute at a toggle detect toggle min 1 toggle stained underscore hardened underscore play. En dan moeten we de, dat is 5, dus dan moeten we hier 5 plaatsen. En dan effect app Minecraft dubbelpunt jump
Rush effect. Ja, er moet wel een underscore tussen en dan laten we zeggen voor 1 seconde en dan laten we even 2 proberen. Als het goed is, hebben wij nu jump boost. Yep. En als we zodra we er vanaf gaan, dan hebben we het niet meer. Oké, dat is wel goed. Dat werkt wel. Ja, hier kan ik wel mee leven. En nu kopiëren we deze command blok. Plaatsen die hier overal. En dan moeten we Minecraft dubbelpunt. Speed. En hier moet. Spawn point at B. Dus als we nu zo doen en we doen slash kill, dan komen we niet terug. Dat klopt even niet. Oh ja, tuurlijk. Ik ben vergeten om de blok uit deze sfeer en 3. Dus. Oh, dat is niet een 3. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan mijn nieuwe toetsenbord. Zo, als het goed is, kunnen we nu. Nou, dan kunnen we ook gewoon meteen deze erin doen. Ik weet niet meer wat dat is, dus dan doen we zo even kill. Happy. Dit is de nummer 14. Oh. Dat plaatsen we daar dan. En als het goed is, yep. Respawnen hier. Nou. Ja, dat is wel goed. Ik heb hier nu een klein parcoursje gemaakt. En als het goed is, hebben we nu hier onze checkpoint. Kunnen we doodgaan. En dan komen we hier weer terug. Oké, dat is goed. Oké, ik probeer hier overheen te springen. Misschien kunnen we wel dit veranderen zo. Oh ja, 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 ja. Deze staat echt heel. Die staat net iets te hoog. We moeten eigenlijk doen dat. De blok wat eronder zit moet min 0.1 zijn. Als het goed is, moet dit werken. Ja, want kijk, als we. Kijk, nu werkt het zelfs als we bijvoorbeeld een slab pakken. Het test voor 1 blokje onder ons. En dit is een half blokje eronder. Dus dan werkt het nog steeds. Maar kijk, nu werkt die jump boost. Die werkt niet meer. Die werkt niet als we er niet echt mee in contact zijn. De speed wel. Dus dan moeten we gewoon overal min 0.1 plaatsen. Ik heb alles veranderd. En als het goed is, krijgen we nu alleen maar de effect. En kunnen we veel beter overal overheen komen. Ja. Dat werkt veel beter, want anders kun je niet eens over deze blokjes heen springen. Want dan is. Dan moet je hier zeg maar in één keer overheen springen. En dat kan niet. Zie je dan? Je raakt altijd dit blokje aan. Het is niet mogelijk om dat niet aan te raken. Dus ja, nu werkt dat wel. En als we het nu even testen. Als we nu deze checkpoint aanraken en doodgaan. Dan komen we hier weer terug. Oké, dat is mooi. Dat is mooi. We kunnen zo ook meer effects toevoegen en zo. Bijvoorbeeld. Ja, je kunt gewoon alles doen wat je wilt. En het is wel geinig. En daarvoor gebruik je dus execute command. En dat is best wel simpel. Als je het een beetje snapt. Want anders is het natuurlijk niet simpel. En dat spreekt voor zich. Maar dit is dus ergens in de spawn chunks. Dat betekent dat als wij /tp toggle 1000 blokjes ver weg gaat teleporteren. Dan zou hij nog steeds moeten werken. Hij doet nog. Want deze chunk staat altijd geladen. En dat is natuurlijk wel heel handig voor als wij een map maken die wat hierbij weggaat. Dat deze altijd active blijven. En voor de zekerheid doen we hier nog even /set world spawn. Ja, mooi. Oké. En als jullie nog wat vragen hebben over wat dan ook, dan kunnen jullie die allemaal achterlaten in de beschrijving. En ja, ik ga nu gewoon beginnen met een kleine build of zoiets. Ik ga denk ik een beetje een soort van speedbuild doen. Dus ja, dan ben ik zo bij jullie terug.
Oké, ik heb nu wat vooruitgang geboekt, zeg maar, op deze map. Ik heb 2 extra blokken toegevoegd en dat zijn deze 2. Deze geeft je blindness. En dat is voor 2 seconden, want als ik hem op 1 seconde zet, dan gebeurt dit. En dat wil je niet. Dus we houden het gewoon lekker op 2 seconden. Ik denk niet dat 1,5 seconde dat kan. Of 1 punt nog wat, dat kan niet. Dus we doen gewoon lekker 2 seconden en dat maakt ook niet heel veel uit. En het tweede blok geeft je natuurlijk slowness. En hier, daar waar ik een lobby heb geprobeerd te bouwen, want ik ben niet de beste builder of zo. Kan beter. Ik zou het beter kunnen doen, maar ik dacht ervan, ik kan het zo eerst wel laten. En misschien nog wel zoiets maken. Dat kan wel voor het begin dat je hier zeg maar op spawnt aan het begin. En ja, ik heb hier gewoon een klein stukje gemaakt om je wat sneller te laten lopen. En dan gaan we daar aan het einde een soort van rem doen. Zodat je gewoon stopt met lopen als je hier bent. Gewoon zo. En dan... Ja, dit is dus wat ik een beetje heb gemaakt. Ik ga dit nog wel allemaal een beetje mooi maken, denk ik. Maar eerst doe ik het gewoon even zo. Ik kan het altijd beter maken. Altijd beter, want het slaat ook niet echt ergens op of zo. Het is niet echt heel mooi als je het aan mij vraagt. Maar ik heb het gewoon zo gedaan wat ik het wel redelijk vond voor het begin. En ja, in deze video hebben we vrij veel gedaan, vind ik zelf. En ja, ik ga hier denk ik ook de video beëindigen. Morgen komt er waarschijnlijk weer een nieuwe video, maar... Zo zeker ben ik daar niet van. Maar ja, als er morgen een video komt, dan zien jullie het wel. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En please like, abonneer, laat een reactie achter wat je hiervan vindt. En dan check ik jullie later. Doei mensen.